ik ben Sterre van den Bergen van Sporten voor je Deur. En ik heb vandaag weer een lekkere full body workout van in totaal 30 minuten. Dus zorg ervoor dat je je sportkleding aan hebt, je flesje bij de hand hebt met water erin en een matje voor jezelf klaar ligt. In ieder geval iets zachts waarop je kunt liggen, zoals een tapijtje. En dan gaan we lekker aan de slag. Ik heb vandaag 22 verschillende oefeningen. Die gaan we achter elkaar door uitvoeren met steeds 10 seconden wisseltijd. Dus het wordt een pittige les, maar we zijn wel lekker bezig. Ja? Ik ga de timer erbij pakken. Ik doe elke keer de oefening voor, geen zorgen. Je kunt gewoon met mij meedoen. En we starten in 3, 2, 1. Start maar. En we beginnen met high kicks. Dus de trappen lekker naar voren toe. Je voeten gaan lekker hoog de lucht in. Dekking mag bij je gezicht. Dat betekent dat je twee vuisten mag maken. En die mag je ongeveer bij je kin houden. En je trapt steeds omhoog. Kom op. En doe even voor van de zijkant. Kom op. Zet hem door. Steeds 1 minuut. Nog een half minuut gaan. Hou hem vol. Het is gelijk een lekkere warming-up. Niet te intensief. Hou hem vol. Lekker blijven trappen. Nog 5, 4, 3, 2, 1. Heel goed gedaan. Het volgende die gaan doen is ofwel een jumping jack ofwel een stepping jack. Mag je zelf kiezen. Kies hoe zwaar je het wilt maken. En start maar. Zorg ervoor dat je bovenaan je handen aanraakt. En met je handen ook je dijen steeds aantikt. En ook bij die jumping jack. Dat je die volle beweging maakt. Kom op. Zet hem door. Lekker rustige beweging. Je hartslag gaat lekker omhoog. Je ademhaling wordt sneller. En we zetten hem door. En voer het tempo iets op. Nog 15 seconden. Kom op mensen. Heel goed. Blijf in beweging. Rustig nog naar het matje toe. Gaan we gelijk door met de mountain climber. Push je positie. In 3, 2, 1. Start maar. Hou hem vol. Nog 45 seconden. Ben je met zwaar, pak dan heel even die plank positie. Of pak die plank vanaf je knieën. En anders ga je gewoon lekker verder. Breng die knieën richting de ellebogen. Handen staan netjes onder de schouders gepositioneerd. Nog een half minuut. Hou hem vol. You lay asleep for 6 hours. They were gonna ask his father to choose. When you walk up with nothing, you said take something. En nog 15 seconden. Kom op. Vijf, vier, drie, twee, één. Heel goed gedaan. Kom weer overeind. Mag je gewichten erbij pakken. Mag ook zonder gewichten. Als je het hebt, iets van een flesje water. Twee dan. En we gaan naar voren toe boksen. She said one day her husband went to the bedroom. Gooi lekker kracht erachter. Gooi je frustratie weer uit. Zet hem door. Heel goed. Hou dat tempo erin. En rechterbeen voor, linkerbeen achter. Stil zo tegenovergesteld te staan. Kom op.
Die uitademing daarbij helpt om extra kracht achter je slag te maken. Hou vol. Kom op, laatste stukje. Heel goed. Gewicht nog even opzij. Hebben we niet meer nodig? Gaan we squat kicks doen? Dat betekent we gaan squatten. En een kick opzij. Start maar. En rechts. En links. Ik heb een zonnetje, zien jullie dat? Zeker als ik een goede squat doe, heb ik een zonnetje. Hou hem vol. Lekker squatten, mooi zonnetje erbij. Je hartslag omhoog, die ademhaling sneller. Mooie strakke houding erbij, schouders naar achteren, borst naar voren. Lekker diep met die billen naar beneden toe. En door. Kom op. We doen echt een full body workout vandaag, dus we pakken alles mee. En rust, heel goed. Dan gaan we naar het matje toe. Dan gaan we op liggen. Dan gaan we een punch crunch doen. En 3, 2, 1, start maar. Dus je komt steeds op deze manier omhoog. Dat is alles. En je mag die vuisten meenemen. Alsof je iemand gaat slaan. Ik vind dat altijd heel fijn. Vind je het heel zwaar omdat je misschien geen sit-up kunt doen? Dan doe je gewoon kleine crunches, ja? En anders ga je lekker met mij mee omhoog. Kom op. En nog een halve minuut. Hou hem vol. Lekker in beweging. Tien seconden. Drie, twee, één. Heel goed gedaan. Komen we omhoog. Gaan we butt kicks doen, dus hakken billen. Op deze manier. Ja? Mag ook stappen als je dat wil. Dan pak je hem op deze manier mee. En anders in die reddende figuur. Maar even wat rustig ademen, doe je ook met mij mee. Ga die hakken naar die billen toe. En beweeg mee. Je mag je armen meenemen als je wil. Word je net het cardio intensiever van. Maar als je een redding doet, is het wel denk ik een redelijk zwaar ging. Nog 25 seconden te gaan. En voel het tempo op. Kom op. Zet hem door. En rust. Heel goed gedaan. Dan gaan we over naar de side squat. Wat ik daarmee bedoel is, we gaan vanuit het midden uitstappen, aantikken, terug naar het midden en door naar de andere kant. Start maar. En wil je wat intensiever maken, dan maak je een hopje in het midden. En spring je dan naar je andere voet toe. Probeer die grond aan te raken. Neem die armen lekker mee. En hou het tempo erin. Kom op. Zet hem door. Nog 10 seconden. En nog 5, 4, 3, 2, 1. Heel goed gedaan. Gaan we naar het matje toe. We gaan een side plank maken.
In 3, 2, 1, starten maar. Doe maar 1 minuut. Vind je het nu zwaar? Zet je voet naar voren, heb je meer balans? Vind je het nog steeds zwaar? Dan doe je 1 knie op de grond, hou je het andere been gestrekt. En dan doe je lekker met mij mee. Mag vanaf je elleboog, maar ook vanaf je hand. Je bovenste arm mag je laten waar je wil. Maar hou wel even je positie vast. I thought that I'd been hurt before. En nog een half minuut gaan. Hou hem vol. Je voelt die ademhaling van het sport van net. Dat is wel leuk. Vind ik altijd fijn aan planken vlak bij cardio. Zodat je dan echt merkt dat je hartslag omhoog hebt gebracht. Dat je echt goed bezig bent. Maar zo voel je echt die zijbuikspieren ook wel. Dus dat is heel goed. Tot 15 seconden. Hou hem vast. Hou hem strak. En nog 5, 4, 3, 2, 1. Heel goed. 1 minuut of 10 seconden rust. Gaan we 1 minuut de andere kant doen. In 3, 2, 1. Start maar. Hou hem vast. Kom op. Vecht jezelf erheen. Geen enkel oefening kan saai worden, want we doen ze allemaal maar 1 keer. Houd het lekker afwisselend en op die manier kunnen we door blijven gaan. Heerlijk. Hou hem vast. Hou die heupen hoog, span die buikspieren aan. Vind je het zwaarste de voet naar voren? Of doe hem vanaf je onderste knie. En hou hem vast. Nog 15 seconden. Kom op. En nog 5, 4, 3, 2, 1. Heel goed gedaan. We blijven even op het matje, want we gaan flutterkicks doen. Dat betekent we gaan plat op de grond liggen, benen gaan gestrekt, handen gaan onder de billen. En we gaan dit doen. Probeer die schouderbladen van de grond af te krijgen. Daar maak je een stuk zwaarder mee voor jezelf. Lukt dat niet, blijf je plat liggen. Vind je dan steeds zwaar, doe je wat hoger, zoals ik. Ja, en anders doe je lekker mee met mij. Hou hem vol. Oeh, ik zie mijn buikspieren trillen. Ik weet niet of jullie het thuis kunnen zien, maar ik kan het zien. Misschien kun je je eigen buikspieren zien trillen, want dan doe je iets goed. Hou het vol, kom op. Laatste stukje nog. Nog 15 seconden. Hou hem vol. Die flutterkicks. Kom op. En nog 5, 4, 3, 2, 1. Heel goed gedaan. We zijn al op de helft van de les. Dus we zijn al goed bezig. We gaan de fire hybrid doen. Dus ik sta al half op. Maar je mag even op je handen in je knieën. En die rechterkant omhoog. Kom op. En lift en terug. Lift en terug. Probeer het beheers te doen. Ga niet per se op snelheid voor dit soort dingen. Hou hem vol. Ga hem even voordoen vanaf de voorkant. Ongeveer tot heuphoogte in de hoek van 90 graden. En kick. We voegen er een kick aan toe. Dus kom omhoog, kicken uit en terug. Hoog, trap en terug. Hou hem vol. Kom op. Ik voel mijn billen al heel goed. Hou het vol, 10 seconden te gaan. Kom op. Nog 3, 2, 1. Heel goed. Gaan we naar de andere kant. We beginnen met de fire hybrid. Gewoon omhoog. Ik ga naar links in 3, 2, 1. Starten maar. Hou hem vol. Als je nu denkt, ik voel hem ook in mijn andere bilspier. Geen zorgen, dat klopt helemaal.
Die spier is heel erg bezig met eigenlijk al het gewicht van je lichaam in één keer dragen. In plaats van te verdelen over twee billen. Dus dat is inderdaad zwaarder. En we gaan er een kick van maken in 3, 2, 1. En omhoog. Kick uit. En terug. Kick uit. En terug. Hou hem vol. Vijftien seconden. Drie, twee, één. Heel goed gedaan. Zijn we nog niet klaar met de billen? Ik draai even een kwartslag bij. We gaan met onze ellebogen verder. Knieën, één been gestrekt naar achteren. Geflexte voet. Start maar. En die gaat steeds omhoog. En weer terug. Hou het vol. En kik hem omhoog. En trek hem rustig op de grond aan. Kom op. Hou het vol. En we blijven hoog. Dus we zetten hem niet meer helemaal op de grond. We blijven met dat been in de lucht. Kom op. Hou hem hoog. Wordt er nog zwaarder van. Nog 15 seconden te gaan. Kom op. Kik hem op. Kik hem op. Hou vol. Nog 10 seconden. 5, 4, 3, 2, 1. Heel goed. Oké, 10 seconden wisseltijd voor het andere been. Zetten we het strek naar achteren toe. In 3, 2, 1. En omhoog. En terug naar de grond. Kom op. Let op je vorm, je leunt op je ellebogen. En je verdeelt je gewicht ook over het knietje wat op de grond staat. Probeer je rug niet te bollen, niet op deze manier. Je hebt een lichte holling in je rug. En je kiept steeds het been omhoog. En we gaan zo meteen weer kleine stukjes in de lucht doen in 3, 2, 1. En niet meer terug naar de grond. Hou hem hoog. Kom op. Hou hem vol. Oeh, daar wordt hij een stuk zwaarder van, mensen. Nog 15 seconden. Hou vol. Kom op, kom op, kom op, kom op, kom op, kom op. Zet hem door. Nog 5, 4, 3, 2, 1. Heel goed gedaan. Zet hem weer neer. Even kijken. Komen we omhoog. We gaan met de armen aan de slag. Of je mag op je knieën blijven zitten. Ga ik even doen. Dan armen gestrekt opzij en we doen arm circles forward. Dus we draaien kleine rondjes met die gestrekte armen naar voren toe. Dat mag staand, mag vanuit een kleermaker zitten. Mag zoals ik het doe, wat je fijn vindt. Oh, mijn god, nog zit, jongens. Ik moet mijn zweetband weer omdoen. Hartstikke handig zo'n ding. Hou die palmen open naar de lucht toe, naar het plafond toe. Hou verder een goede trotse houding. Hou die buikspieren aangespannen. En draai steeds kleine cirkeltjes met je armen naar boven toe. Je slaat zo meteen de rust over, want we gaan direct door naar de arm circles backwards. Ja? Dus dan weet je wat er komt. Als de werker zo meteen gaat, gaan we nog 5 seconden door. En dan gaan we daarna meteen terug achteruit. Nog 5, 4, 3, 2, 1. En achteruit draai. Kom op. En zet hem door. Nog 1 minuut te gaan. Vind je het heel licht? Pak een stijf wat gewicht erbij. Wordt hier een stuk zwaarder van, maar je gaat die versturing nu wel voelen. Kom op, lieve mensen. Zet hem door. Goed gestrekt, mooie trotse houding. Palm naar boven toe.
En hou hem vol. En nog 15 seconden te gaan. Zet hem door. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En tijd is om. Armen omhoog naar beneden. We gaan even staan. We gaan steeds sidekicks doen. Dus dit keer zonder squat. Dus doe eerst de rechterkant. Start maar. Probeer balans te houden. Ik haal een dekking in mijn gezicht. Dat is een goede gewoonte dat ik nog kickboksen deed. Het is niet super intensief. Maar je bent wel lekker bezig. Je krijgt lekker die stretch uit je been. Dus hou hem vol. Zet hem door. En even opzij. Start gewoon met rechts, hè mensen. Dus links komt zo meteen nog. Gaan we nog 1 minuut die sidekicks doen. Hou hem vol. Kom op. Zet hem door. En nog 5, 4, 3, 2, 1. Heel goed gedaan. Voel ik hem toch in mijn billen, hè? Komt van die fire hydrant net. Linkerkant ga ik mee aan de slag. Kicks opzij. In 3, 2, 1, start hem maar. En gooi de power achter. En mensen, kom op. Gooi die kracht erachter. Gooi die frustratie eruit. Hou je balans. En blaas uit bij elke kick die je maakt. Dan kun je er nog meer power achter gooien. Hou vol. Zet hem door. Kijk hoe hoog je kunt komen. Zet hem door. Nog een halve minuut gaan. En nog 10 seconden. Drie, twee, één. Heel goed gedaan. Terug naar het matje gaan we inchworms doen. Of regenwormen. Wormen, ik weet niet hoe die heet. We gaan in ieder geval naar voren toe lopen. Tot die plankpositie. En met de handen weer terug naar de tenen. Als je het lichter wil maken, kom je helemaal omhoog. En ga je weer terug. En wil je het zwaarder doen, doe je mee met mij. En dan ga je simpelweg naar die plankpositie. Terug naar je voeten. En weer naar die plank toe lopen. En hou hem vol. Kom op. De muziek valt even uit. Geen zorgen daarover. We kunnen gewoon verder. En zet hem door. Nog 25 seconden te gaan. Nog 10 seconden. En nog 5, 4, 3, 2, 1. Heel goed gedaan. Mag je even overeind komen? We gaan armen reaches doen. Dus die armen gaan voor je gezicht langs. Steeds in deze stukjes omhoog. Doe maar mee. En wat gaan we daarbij doen? We gaan steeds op onze tenen staan. En terug. Dus terwijl die armen omhoog gaan, komen we ook met die hielen van de grond af. En die hielen die komen net niet helemaal terugsteunend op de grond. Dus die hou je een beetje in de lucht. En zo trainen we niet alleen onze armen, maar ook onze kuitspieren. En dat is weer de ene laatste oefening. En dan gaan we lekker rekken en strekken. Nou, dat viel dan toch wel mee. Toch? Ik vond het wel goed te doen. Hou hem vol. Zet hem door, zet hem door. Dus ik even naar de tijd, nog 10 seconden.
En nog 5, 4, 3, 2, 1. Heel goed gedaan. Laatste oefening. Gaan we naar het matje. Een van mijn allerfavorietste oefeningen is de Star Abs. Misschien wel mijn favoriet. Dus we komen op deze manier in elkaar en vervolgens spreiden we de armen en de benen tot een soort sterpositie. Ik kom steeds de muur een beetje tegen, dus ik ben tijdens de Star Abs ook nog een klein beetje aan het opschuiven. En dan kom je op deze manier helemaal omhoog. Als het niet helemaal lukt, blijf dan plat met het lichaam op de grond en doe het alleen met je benen. Dan kan je je handen nog onder je billen positioneren voor wat extra steun, zodat je niet te veel vanuit je rug gaat doen. En anders doe je gewoon lekker met mij mee. Je pakt dus niet helemaal die benen vast, hè? Je maakt wel die beweging, maar je leunt er niet aan. Nog 20 seconden te gaan. Kom op. Laatste 10 seconden nog. Tel samen met me af. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Heel goed gedaan. Oké, heel goed. Dan hoeven we alleen maar te rekken en strekken. En dan hebben we inmiddels alweer 26,5 minuten gehad. Heel goed. Zo, die wilde even de aandacht trekken, hoorden jullie dat? Even kijken, we gooien even de arm voor langs. Langs je andere arm. En je strekt hem even helemaal uit. Ik denk dat wel een olievat. Hebben jullie dat ook? Ik ben een beetje gek. Als jij denkt, die chick is gek. Ja, dat klopt. Dat ben ik. En hou hem vast. En wissel van kant. Dat ga ik jullie gelijk wat laten zien. Ik had al eerder gezegd dat ik bezig ben met het oefenen van de handstand, de split en de splagaat en de push-ups. Daar ben ik ook nog steeds mee bezig. Ik kan wel even laten zien hoe ver ik inmiddels ben met de split. En dat doen jullie gewoon met me mee. Ik vind het leuk tijdens tijden zoals dit om jezelf een kleine doelen op te geven. Om te kijken of je misschien iets kunt leren in die tijd. Dit is mijn huidige split. Ik hoop dat je een beetje kunt zien. Ik zal mijn arm even. Dit is waar ik op dit moment ben. Kijken of ik nog een klein stukje verder kan. Doe vooral met me mee. Hoeft natuurlijk niet zo diep te komen als ik. Ja, als ik mijn voeten opzij doe, dan kom ik nog verder. Oké. Mag je even kleine stukjes met je handen naar voren toe lopen. En even dipjes met je ellebogen naar de grond aan maken. Heel goed. En dan komen we weer overeind. Gaan we naar de splagaatpositie. Wat je even mag doen, is je mag even in een soort lunchpositie komen te staan. En dat is dit. En rek hem even uit. En als het je lukt, mag je andere been ook een stukje naar voren doen. En mag je even kijken of je ook in de splagaat kunt komen. Maar dat is alleen als je het wil natuurlijk. Dit is waar mijn splagaat op dit moment is. Best wel ver al, hè? En wissel van kant. Oeh, neem een hele watje mee. Zet weer één been naar voren. Die duwen we de grond in en houden we deze positie even vast. En als je met me mee wilt doen, mag je even je voorste been ook naar voren toestrekken. En even kijken of je naar die splagaat toe kan. En dit is waar ik ben. Nou, volgens mij moet dat toch wel lukken, toch? Tada! Oké. Ik kom weer even overeind. Gaan we als laatste op schouderbreedte staan. Komen we even overeind toe. Rek jezelf even helemaal uit. En weer terug naar de grond. En weer overeind. En weer terug naar de grond. En weer overeind. En een applausje voor jezelf. Lekker gewerkt. En tot de volgende. En dan laat me vooral weten wat je ervan vond. Tot ziens.